Welkom bij Plezier in de Keuken. Vandaag maak ik patatje stoofvlees voor 4 personen. Ik begin met het verwarmen van een klontje roomboter in de pan. Ondertussen bestrooi ik 1,5 kilo riblappen met bloem. Het vlees bak ik in de boter en ik strooi meer bloem over de riblappen. Ik voeg een snuf peper en zout toe en bak het vlees om en om tot het wat dichtgeschroeid is. Het vlees is gesneden in stukjes van ongeveer 4 bij 4 centimeter. Ik probeer alles altijd zo gelijk mogelijk te snijden, maar in dit gerecht hoeft het niet precies. Wanneer je riblappen kookt, kijk dan goed naar de kleur van het vlees. Heeft het een mooie roze-rode kleur, dan heb je een goed stuk vlees te pakken. Begint het wat grijsbruiniger uit te zien, dan neem ik altijd een ander stuk vlees. Nu mag het vlees uit de pan. Ik zet het even opzij, zodat ik het er straks weer bij kan pakken. Ik laat weer een klontje boter smelten in de pan. De uien mogen erbij. Ik heb 3 uien klein gesneden. Ik bak de uien tot ze een beetje glazig worden. Dat duurt 1 minuut of 3. Je ziet de kleur veranderen wanneer ik de uien omschep. Twee teentjes knoflook gaan erbij. 1 theelepel gemalen foelie. 2 theelepels nootmuskaat. 1 theelepel peper. En 1 theelepel zout. En dat bak ik mee met de uien. Ik voeg 2 theelepels tomatenpuree toe en ook dat bak ik weer mee. Het vlees gaat weer in de pan en ik schep alles goed om zodat het nog meebakt. Maar vooral zodat de kruiden goed gemengd worden met het vlees. Er gaan 2 eetlepels ketchup, 33 centiliter abdijbier en 2 laurierblaadjes bij. En ik schep alles weer goed om. Het deksel mag op de pan en ik stoof het vlees 4 uur lang op laag vuur. Na 4 uur is het stoofvlees klaar. En het is natuurlijk geen patatje stoofvlees zonder patat. De patat die ik gebruik zijn de Seasoned Ziggy Fries van Lamb Weston. Naast de patat eten we er nog rauwkost bij en een dot mayonaise. Bedankt voor het kijken en veel plezier in de keuken!